En dan zijn we gekomen aan het thema van de cyclus, de voorjaarscyclus van het Zeeuws Orkest. Mozart meet Brahms, of is het Brahms meets Mozart? Het klinkt fantastisch op zo'n poster, maar ze hebben 150 jaar na elkaar geleefd. Waar komt dat vandaan? Wat was de reden om dit programma zo vorm te geven? Ja, ik ben ook lid van de artistieke commissie, dus wij hebben hier natuurlijk over overlegd. En we kijken ook heel vaak naar wie zullen we als solist vragen. En het leek ons heel leuk om een keer een hornist als solist te vragen. Dus de hoornconcerten van Mozart worden helemaal niet zo heel vaak gespeeld. Dus het is heel uniek om dat een keer te doen. En het leek ons heel mooi om tegenover die Mozart een mooie Brahms-symfonie te zetten. Ook omdat in die Brahms-symfonie ook best wel de hoorn een belangrijke rol speelt. Het is dus beide, is eigenlijk de hoorn is het centrum geweest. Eigenlijk was Laurens het idee voor jullie. Het begon met de solist. Ja. En het leek ons heel mooi om hem te vragen. Het was ook heel fijn dat hij dit kon doen. En daar leek het ons heel mooi om naast die Mozart een wat romantischer stuk uit een andere stijlperiode te zetten als contrast. Ja. Ook. En dat is de Brahms geworden. Ook omdat we gewoon ook een hele mooie symfonie wilden spelen. En dat is de tweede symfonie van Brahms, zeker voor alle instrumenten, ook niet alleen voor de hoorn. Hij opent heel mooi met de hoorn. Eigenlijk eerst met de celli en de contrabassen en daarna zetten de hoorns met de fagotten in. Dus dat is al een hele mooie opening die ook wel weer heel mooi past bij het hoornconcert. Het is ook wel een beetje wat je altijd ziet in de programmering van zeker van dit orkest, is dat ze ook programmeren om dat de orkestleden graag een bepaald mooi stuk een keer willen spelen. Dat klopt, ja. Ik denk dat we allemaal heel erg zin hadden om weer eens een keer een hele mooie symfonie te spelen. En alle Brahms-symfonieën zijn erg mooi. En de tweede is zeker favoriet, denk ik, bij dit orkest. Ja. Mooi, ja. Dus met andere woorden, het thema slaat toch nog ergens op. Zeker, absoluut. Ja. Okay. Nou, ze ontmoeten elkaar, zou ik zeggen. Ja. En wij hopen natuurlijk ook heel veel publiek te ontmoeten dat daarna komt luisteren.